het woord geven aan Jules Deelder, die de loftrompet steekt over de grootste voetballer die Sparta heeft gehad. Jules, aan jou het woord. Oké. We noemden hem de Schicht en droegen hem op handen. Hij flitste sneller dan het licht en schoot uit alle standen. Vaak was hij onnavolgbaar en soms ook wel eens niet, omdat de Schicht ook maar een mens was, al dachten wij van niet. Hij was Spartaan bij leven, hij blijft het in de dood. Nooit zal hij zijn vergeten, meneer Van Ede, u was groot. Zo. Tom van Ede is ons vorig jaar overvallen. Wij gaan hem eren in het stadion. Ontvallen. Hij is niet overgevallen. Hij heeft ons overvallen. Hij is ons ontvallen. Zijn urn staat hier ergens in het stadion op een geheim plekje. Maar die krijgt een officieel plekje. En daarvoor is in de maak een prachtige plaquette. De kunstenaar in deze, Floris, is jammer genoeg in het buitenland. Die heeft om die plaquette te maken eerst een driedimensioneel beeld gecreëerd. Dat staat hier. Dat gaat niet bij Sparta terechtkomen, maar wel bij mevrouw Van Ede. Dit is dus een officieus moment. Het officiële moment vindt plaats aan het begin van de competitie. Dan zal de urn met plaquetten worden onthuld door burgemeester Abu Talib. Maar omdat dit beeld zo ontzettend wonderschoon uit de vingers van de kunstenaars komen, hebben we hem in brons gegoten voor mevrouw Van Ede. En ik zou haar willen vragen om het Sparta-doek weg te trekken en te kijken hoe Tom eruit is gekomen. En of het beter is van het beeld van Koemelijn. Dat is wel beter. Maar hij heeft het goed gedaan, die Roos.